Hele goede middag alweer, beste mensen. Super tof dat jullie hebben geklikt op deze vlog. En ja, ik kom serieus net uit mijn bed. Mijn keel is zo droog als ik weet niet hoe. En ik heb ook lekker trek. Ik ga straks eventjes ontbijten. Dus dit moment nu 8:10, 8:15. En ik moet iets voor 9 moet ik er vandoor. Maar ik heb gisteren al uitgebreid gedoucht. Nu ga ik even wat korter douchen. Dus dan denk ik maximaal 5 minuten, want ja, anders ga ik ook te veel water en te veel gas en dat moet ook uiteraard niet zo zijn. En dan ga ik straks werken van 10 tot 4:30, de laatste keer in de tuin. Dus ik ga ook iets voor diegene ga ik halen. Gewoon een soort kleinigheidje. Eigenlijk hoeft het niet, maar ik ben toch weer zo'n persoon van, ja. Zonder diegene had ik ook niet zo veel uren extra kunnen werken, dus op die manier wil ik ook, diegene bedanken. Maar nee, ik ga eventjes lekker ontbijten en me klaarmaken. Zo beste mensen, ik ben ook inmiddels alweer thuis. En ik moet ook straks echt nu bijna de weg vandoor naar de jongeren toe. Maar nee, ik heb een prima werkdagje gehad. Ik was hier al rond een uurtje of 4. Het is dit moment nu bijna 6 uur. Zo'n uurtje hebben we dus de jongerenraad staan. En ja, het is een beetje qua vlog een beetje wat rustiger. Maar ik heb er wel heel veel zin in. En ik zie jullie in ieder geval vanavond weer. En dan kijken we een beetje hoe we het vanavond weer een beetje hier gaan doen. Zo, ja, ik ben weer thuis hier in mijn, uiteraard in mijn appartement. En ik heb het, aan de ene kant heb ik het koud hier, maar aan de andere kant ook weer niet. Ik heb het hier nu 21,4 graden. Nou, dat is voor een gemiddelde huis... is dat nog best wel hoog eigenlijk, maar daarom doe ik het s'avonds, doe ik hem dan zelf eventjes wat lager. En ik ben, in de tussentijd ben ik alweer wat aan het bakken. Ja, ik heb zelf, als ik eerlijk ben, had ik nog goed avond gegeten. Dus dat ga ik nu deels een klein beetje maken en dan ga ik daar ook zo van genieten. Ik ben ook tegelijkertijd uiteraard de vlog van de enige echte Gio van die Latoy weer aan het kijken. Ja, hij is in Polen geweest, ik nog niet. Ja, nou ja, dat is. En ik heb ook een... broodbox weer gehaald bij uiteraard de Albert Heijn. Het is een goede zware tas, maar ja, dat is het altijd wel een beetje zoals ik het te goed kan houden. Maar daar zit uiteraard zo'n brood in, 2 Luikse wafels, nog een, oeh, dat is wel lekker brood. Ik zit ook tegelijkertijd op de pan te letten. Nog een brood, een Twix ding. Wat is dit voor spul? Een brownie achter iets. Nou, lekker dan, is hier kapot gegaan. Nou ja, ja. Van die dingetjes, ik weet niet precies wat het is. Allemaal heel goed getaped dus. Nog eentje. En nog een brood. En nog een cakeje. Nee, voor de rest is het gewoon dingetjes die ik gewoon zelf heb gehaald. Maar ik ga nu even ook het vlees in doen. Anders ga ik het boter aanbranden. En dan ga ik nog even de vlog ook verkijken van Giovanni Latoy. Zo, beste mensen. Ja, de vlog moest nog afgesloten worden. Het is inmiddels de volgende dag. Het is nu op dit moment dinsdag. En de tijd is op dit moment... 14:24. En ja, en de vlog moet over iets meer dan een half uur moet die online staan. Dus ik ga hier dan wel de vlog bij afsluiten. Dus ik heb gewoon echt een prima dagje gehad. En uiteindelijk is er toch wel sneeuw gevallen. Daar komt dan ook nu een foto van het beeld van vanochtend. Dus eigenlijk afgelopen nacht heeft het dus gesneeuwd. Dus ja, ik dacht van oké, zou ik dat dan nog in deze vlog doen of in de vlog van morgen doen? Maar ik dacht van, in de titel staat het ook in sneeuwvorm, dus ja, dan kan ik het ook niet anders doen dan. Maar nee, ik heb voor vandaag, voor deze dag, een vrij chillen, maar dan ook rustige dag. Dat praten we over morgen. Anders morgen heb ik iets anders te doen, maar wat ik dan heb, ja, mag ik dan iets zeggen. Maar dat komt in de loop der weken wel, meer hintjes. Dus nee, kijk, want laten we zeggen, het is een project. Laten we dat maar gewoon zo zeggen.
Maar nee, ik wil jou graag heel erg graag bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ja, jij. Super bedankt. Dus vergeet niet een dikke duim op te zetten, vriendin. Mijn kanaal te abonneren hier beneden. En hopelijk zie ik jou morgen uiteraard gewoon weer terug bij een nieuwe vlog om 3 uur in de middag. Maar ik ga op TikTok ga ik een video plaatsen. Zo van, oké, willen jullie de video's elke keer om 3 uur geplaatst hebben of om 4:30? Want ik merk zelf dat hoe later de vlog, dus in de zin van als ik... Zeg maar, om 3 uur dan, ja, dan uiteraard dan heeft het niet zo heel veel weergave of views. Maar steeds in de loop der tijd weer wel. En dan merk ik ook net rond 4:30, 5 uur, dat de cijfers iets meer de lucht ingaan. Dus ik ga dus zo een video maken net op TikTok met een poll, of in ieder geval, ja, of mensen dat willen, of 3 uur of 4:30. Ja, 4 uur is de vlog van Enzo, 5:30 is de vlog van Gio, 4:30. Ja, is gewoon lekker en nog er. Tussenin, maar nee, vrienden, inderdaad, duimpje omhoog, abonneer je beneden, dan zie ik jou morgen weer uiteraard bij een nieuwe video. En dan zeg ik een zo als altijd, laters!